We zitten aan aflevering 50. Welkom bij Victor Vlogdown. Ja, in aflevering 50, daar wou ik toch iets speciaals van maken. Dus ik had jullie gevraagd om mij te laten weten wat jullie favoriete momenten waren van afgelopen vlogs. Dus jullie hebben dat massaal gedaan. Ja, en ik heb van al die momenten een top 10 gemaakt. Op nummer 10 kozen jullie voor de pannenkoekenslag die wij hier thuis gehouden hebben voor het huis Rozenwingert hier in de buurt. Weet je hoeveel pannenkoeken we gaan maken? 100. 100? Ja, goed hè? Ja. Voilà, dan gaan we nu de pannenkoeken brengen naar Rozenwingert. Zeg mannetjes, we hebben er een hele middag al gebakken, dus zie je dat ze op zijn, hè? Yo! Op nummer 9 staan alle spelletjes die wij hier thuis gespeeld hebben. Als we nu met z'n allen gaan petanken. Leuk. De eerste stoot van het toernooi. Ja, ze is echt de slechtste uitbeelder dat erbij is. Echt waar, ik ken nog nooit iemand zo slecht zien uitbeelden. Op nummer 8, het meest avontuurlijke moment misschien wel. Vogelhuis ophangen aan een boom. Ja. Pak je die? Ja, zitten hier geen tekenen ook? Ja, maar wacht, dat moet daar elliptisch. Ik zie juist dat we veel te laat zijn met die vogelnestjes. Wieso? Het ideale moment om een nestje op te hangen is het najaar. Op nummer 7, de nu al wereldberoemde rapper 50 Pence. Hallo? Hallo, boy. Jullie zitten hier zo chill? Ja. Is dit precies Chris Brown? Ja. Yeah. Nee, 50 Pence. 50 Cent, ja. Op nummer 6, een zeer belangrijk moment, want toen kreeg ik een nieuwe camera. Amai. Amai. Wat is dat? Een nieuwe camera. Oh, leuk. Ja, dus een van de problemen van mijn vorige camera was het scherpstellen. Dus we gaan eens een keer op ontdekking of dat met een deze beter gaat. Johan! Maar het scherpstellen is echt ongelooflijk veel beter met mijn nieuwe vriend. En ik ga eens kijken of dat de inzoomfunctie ook beter werkt dan met mijn vorige camera. Hé, maar ongelooflijk, hè? Weet je wat ik eens zou testen? Nee. Hoe goed dat je in het donker kunt filmen. Ja? Op nummer 5, mijn grote paashaasverrassing die helaas iets te vroeg ontdekt werd. Voilà. Ik ben de paashaas. Tijd om de eieren te verstoppen. Nee. Ja, dat is pas voor ze biet. Allee, kom. Godverdomme, hè. Dan is hij nooit vroeg wakker. Dat pak is super warm. Het zweet gutst van mijn rug. Maar... Ik ben er zeker van dat mijn inspanningen deze keer wel geapprecieerd gaan worden. Voilà. Vooral. Hoeveel liggen er? Leuke tas. Ja, er liggen er veel. Maar... Meneer, je moet dat geteld hebben, hè? Want anders weten we nooit of we ze allemaal gevonden. Ja, ik heb dat niet geteld. Ik heb alleen. Ja, maar het is toch leuk? Ja, ja. Kijk, daar. Daarboven. Ja, maar de paashaas moet zelf niet vertellen waar ze liggen. Hè? Ja. My wow. Ja, wow. Je bent de paaskampioen. Dat was weer al een dolle voormiddag. Op nummer 4, het verjaardagsfeestje voor Marcel, dat misschien wel iets te enthousiast onthaald werd door Leo. Happy birthday to you. Happy birthday Marcel. Happy birthday to you. Ja, ooit. Ja, ja, ja. Zal ik mijn woordjes leren? Ik zal een keuken van maken. Wacht, kom maar. Rustig, Leo.
Op nummer 3. Het triestige vertrek van papa Gert. We gaan je missen hier. Dat begrijp ik. Het zonnetje in de huis is weg. De lockdown zal nooit meer hetzelfde zijn nu. Ja. We gaan je missen hoor. Ja, ja, dat geloof ik. Ja! Op nummer 2, alle veel te zure reacties van ons vader. Oké, het beslag is klaar. We gaan eraan beginnen. 100 pannenkoeken. Maar dat is heel veel, 100 pannenkoeken. Golden brown. Ja. Amai. Dat kan zeer doen aan hun ogen. Hè? Waarom mag Marie wel helpen en ik niet? Omdat hij daar wel van heeft. Zeg. Ik heb voor u een heerlijke whisky sour, omdat ik weet dat je zot bent van whisky. Wat is dat zeg? Amai, dat is precies naft. Oh. Nou, dat komt wel goed. Veel eitjes in één pannetje. Hè? Nu was je wel verrast, hè? Nu was ik verrast. Dat is kei mooi. Dat zijn precies 60 sterren op een rij die daar. 60. Dat zijn er 60, hè? 60, ja, maar dat is een nood. Kan ik er eens mee helpen? Heb je er zin in, boy? Het gaat wel. Er is een goed idee voor vandaag. Nou, daar word ik al bang voor. We gaan de kerstfoto al pakken. Wat? Ben je niet enthousiast? Als je begint te koken, ben ik nooit enthousiast. Maar goed, wat heb je al gemaakt? Dingendip, boursin-dip. Boursin met room. Goed. Als je wilt, ik geef opnieuw een kookles in de keuken. Ja. Dat is goed. En jullie favoriet op nummer 1, het allerleukste slaapfeestje ooit. Marie en ik die gingen logeren bij papa en Ellen. Hallo. We hebben een verrassing, we komen logeren. Waarom? Ja, we hebben twee matrassen bij, dus maak je geen zorgen. Die zijn kapot. Komen we erbij, schuifjes op? Nee, no way. Allee. Oh. Oei. Waarom? Zijn we nog zoiets te blazen of wat? Allee, doe het dan rap. Kom, ik wil slapen. Snap wel. Pas op, want jij denkt nu... met licht uit te doen, dat je veilig bent, hè? Maar ik heb hier de night vision. Toch gezellig, hè? Papa ziet er prachtig uit. Voilà, dat waren jullie 10 favoriete momenten van afgelopen vlogs. En ik hoop dat we nog samen heel veel mogen maken. Ik zie jullie morgen terug. Bye bye.